met alweer voorop de dikke Camaro's, maar dan in een race. Samengevoegd met twee Renault 5's Turbo. Zelfs drie waren het er, want ook AME Post was aanwezig. Een race over 40 ronden. Voor het eerst sinds jaren weer terug op het circuit Zandvoort. Een lange afstandsrace met een verplichte tankstop. We zien meteen al de kop genomen worden door Jan Lammers in de CBS Electronics gesponsorde Renault 5 Turbo. Gevolgd door daarachter Hans van de Beek. Dan zien we een dikke Camaro en daarachter zien we Michel Blekemolen. We zagen ook door het beeld flitsen AME Post. En daar gaat iemand al over het dak heen. Met nummer 44 in de Golf zou dat dan moeten zijn Paul Fauchet. Daarachter starten dan...